Ik zit hier met Lasse Schöne in aanloop van de Gelderse Derby. Lasse, als iemand weet wat de Gelderse Derby inhoudt, ben jij het. Is dat zo? Denk ik wel. Ik heb er wel een aantal gespeeld, ja. Weet je je eerste nog? Nee, dat weet ik niet meer. 2008. Thuis 3-1 overwinning. Zie je maar. Nou, dat is wel een goede herinnering. Goed begonnen. Nee, het is... Dat zijn de wedstrijden eigenlijk. Je ziet ook hoe de norm leeft hier. En, ja, dat hebben ze natuurlijk wel, wat is er, 4 jaar op moeten wachten. Dus ja, het zijn gewoon wedstrijden op zich. En ja, het is gewoon leuk dat die er ook zijn. En dat, je merkt het aan alles, dat iedereen, ze hebben er allemaal wel zin in. Ja, want je hebt er heel wat gespeeld. Wat vind jij nou de mooiste? Welke is jou het meeste bijgebleven? Volgens mij moet ik even goed. Maar we hadden een play-off, volgens mij mijn laatste jaar hier, dacht ik, in de play-offs. De eerste wedstrijd. Volgens mij wonnen we 3-2. Dat was dit. En in de play-offs natuurlijk. Dat was, ik weet die sfeer nog, dat was bijna. Dat was een bijzondere wedstrijd. En die tweede wedstrijd hebben we het niet over. Maar dat was wel een wedstrijd wat. Er zat dus heel veel op het spel ook. En dan tegen Vitesse thuis. Ja, dat was wel een bijzonder. Dat was wel een fantastische wedstrijd. Ja. Maar wat maakte de derby op zich nou zo bijzonder voor een speler? Nou, zoals je zegt, je merkt het natuurlijk niet eigenlijk al die week erop. Weet je, dat, je merkt gewoon hoe de leeft. En het komt toch andere dingen. Je merkt toch dat de sfeer in zo'n stadion toch. Je hebt de laatste weken hier ook gezien. Het is al hier fantastisch. Maar op zo'n dag is het toch net even wat meer. En nu is het natuurlijk 4 jaar niet gespeeld. Dus. Ik ben wel benieuwd als we het veld opkomen. Je hebt ook al heel wat bijzondere wedstrijden gespeeld. De Champions League, ook met de nationale elftal van Denemarken. Europa League, noem maar op. De klassieker heb je ook nog gespeeld bij Ajax. Wat neem je met die ervaring mee voor de jongere jongens? Zoals een Bart van Rooij, die nu zijn eerste derby gaat spelen. Ja. Wat zeg je dan tegen zo'n jongen? Nou, het is natuurlijk wel bijzonder ook als je er zo lang bij de club zit natuurlijk. En dan mag je eindelijk tegen Vitesse spelen. Kijk, het belangrijke is dat we eigenlijk gewoon de focus heel erg bij ons houden. Dat je eigenlijk hetzelfde moet brengen en gaan doen wat je de voorgaande wedstrijd hebt gedaan. En je niet laten leiden van alles waaromheen. En dat is lastig, want je merkt natuurlijk aan de hele stad, dat leeft enorm. En natuurlijk ook vaak dag voor een wedstrijd met de supporters, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is wel belangrijk dat je focus houdt. En dat kan ik natuurlijk proberen om daar een beetje rem op, dat ze niet... Dat het niet te gek wordt. Wat verwacht je van de dag zelf als je dan aan het veld opkomt? Wat verwacht je, wat hoop je? Zoals ik zei, ik hoop als al bij de warming-up, of dat weet ik wel zeker, dat hoef ik niet te hopen, dan weet ik dat dan is de sfeer al top. Dat is wel leuk warming-up zo. Dan merk je natuurlijk nog meer. Wat voor wedstrijd dit is. Ik kijk er gewoon erg naar. Ik vind dit soort wedstrijden, daar doe je het voor. Dat zijn leuke wedstrijden om te spelen. En, kijk, elke Eredivisie wedstrijd is natuurlijk leuk, maar dit zijn hele bijzondere. En dit is wel een stuk leuker. Met blonde haar, dat blijft nog wel bij de derby? Anders moet ik mijn kaal scheren. Dat staat mij niet, volgens mij. Dus, dat niet. Dus nee, dat houden we wel even. Dat ging de eerste wedstrijd goed. Dus laten we hopen dat de tweede ook. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Yes.